Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Bewolking hoger in de atmosfeer hebben we eigenlijk niet. Maar vlak bij de grond komt wel een laag wolkenveld voor op dit moment. Die ziet de satelliet heel slecht. Maar dat betekent toch dat we de ochtend starten op veel plaatsen met wolkenvelden. In de loop van de ochtend breekt de zon vaker door. En vanmiddag ontstaan dan opnieuw stapelwolken. En het is niet geheel uitgesloten dat een enkele stapelwolk dieper landinwaarts uitgroeit tot een lokaal buitje. Voor 12 graden in het noorden, 10 op de wadden en 13 in het zuidoosten van het land. De wind is matig uit een westelijke richting. Vanavond hebben we wat meer opklaringen. Temperaturen liggen dan rond een graad of 10. In de nacht neemt in het noorden de bewolking verder toe en morgenochtend regent het daar, die neerslag die trekt geleidelijk aan naar het zuiden voordat het ook Limburg bereikt heeft, is het al diep in de middag. En dan begint het in het noorden ook weer wat op te klaren. Het wordt 10 tot 15 graden. Er staat wel duidelijk meer wind. In het Waddengebied kan het zelfs hard waaien. Dan donderdag en vrijdag een enkele bui misschien, maar vaak droog. Zaterdag is het weer vaker nat en de temperatuur ligt in deze periode rond 11 of 12 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.